Wat is het druk in de buurt van de stad Sichem? Er komen heel veel mensen naartoe. Sichem is een belangrijke plaats. Heel lang geleden woonde Abraham hier, in de buurt van Sichem. Dit was de plaats waar de Heer hem beloofde dat het land Kanaan later voor zijn volk, voor zijn familie mocht zijn. Abraham heeft op deze plaats ook een altaar gebouwd om een offer te brengen, om de Heere te dienen en om de Heere te eren. Later heeft ook Jacob hier gewoond. Jacob heeft hier ook altaren gebouwd om de Heere te offeren en de Heere te dienen. Deze plaats in de buurt van Sichem is een plaats waar de Heere van zijn verbond wilde spreken, waar hij zijn kinderen beloofde voor hem te zorgen. En wie komen er nu naartoe? Waarom is het zo druk? Heel veel mensen uit het land komen gereisd naar Sichem. Ze moesten hier wel naartoe komen. Jij zegt, ze moesten. Van wie moest dat dan? Wel, van Jozua. Ik lees in de Bijbel dat Jozua de mensen geroepen heeft. Jozua is al oud. Het is een oude knecht van de Heere. Jozua is de leider van het volk. Hij mocht van de Heere de Israëlieten in Kanaan brengen. Dat had de Heere gezegd. En nu is het land veroverd. Al de belangrijke mannen moeten nu uit het hele land naar Sichem komen. In de Bijbel staat, ze moeten komen voor het aangezicht van de Heere. De Heere wilde dat. En Jozua heeft de mensen geroepen voor het aangezicht van de Heere. Want de Heere wilde hier tot hen spreken. De Heere wilde hier bij hen zijn. Hé, zie je ze staan? Heel veel mensen zijn gekomen in het dal tussen twee bergen. Aan de ene kant heb je de berg Ebal en aan de andere kant heb je de berg Gerizim. En in dat dal, daar gaat Jozua tegen de mensen spreken. En eerst moeten de mensen eraan herinnerd worden en goed over nadenken wat de Heere allemaal gedaan heeft. En daar gaat Jozua over vertellen. Jozua die vertelt van Abraham. De Heere heeft Abraham, uw vader, zegt hij tegen de Israëlieten, hier gebracht. Helemaal uit Ur der Chaldeeën. De Heere heeft gegeven dat Isaac geboren werd en dat hij ook in dit land mocht wonen. Jozua vertelt verder van Jacob en van Esau. Hij vertelt dat de Israëlieten in Egypte woonden en dat het eerst goed ging, maar dat ze toen onderdrukt zijn. En dan vertelt Jozua over Mozes. Mozes, de knecht van de Heere. Mozes die het volk uit Egypte door de woestijn moest leiden. En als Jozua dat allemaal vertelt, dan hoor je in zijn woorden hoeveel wonderen de Heere gedaan heeft. Hij maakte een pad door de Schelfzee. De Israëlieten mochten door het drogen, maar de vijand, de Egyptenaren, moesten sterven. Andere vijanden werden verslagen. En toen kwamen de Israëlieten, zegt Jozua, bij de Jordaan. En opnieuw maakte de Heere een pad door het water. Jozua vertelt verder. Hij vertelt over de verovering van Jericho, van de muren die gevallen zijn en van andere steden van het land. Jozua zegt, de Heere die deed wonderen door Hozels, grote soort sprinkhanen, waardoor de mensen op de vlucht gingen, machtige koningen bang werden. En nu, zegt Jozua, nu is het land Kanaan voor u. Jullie hebben het land van de Heere gekregen. Wat een wonder.
U mag in steden wonen die u zelf niet gebouwd hebt. En de wijngaarden? Die waren er al. En daar mag u nu de druiven van plukken. En u heeft olijfbomen die u zelf niet geplant hebt. En akkers met graan, daar hoefde u niets voor te doen. Wat heeft de Heere veel gegeven? Zeg, hoe is dat met jou? Heb jij ook zoveel zegeningen gekregen? Er is eten, je hebt kleren, je hebt een warm huis. Allemaal zegeningen van de Heere God. En luister nu eens wat Jozua zegt. Hij zegt, als je zoveel zegeningen van de Heere gekregen hebt, dan moet je dankbaar zijn en hem dienen. Dan moet je de Heere dienen met je hart, zegt Jozua. Hoor eens wat hij zegt. En nu vreest de Heere en dient hem in oprechtheid en waarheid. Hij wil zeggen, leef nu eerlijk voor de Heere en met de Heere. Maar Jozua weet wel hoe het bij heel veel mensen is. Hij zegt, als je nog afgoden hebt, doe ze weg. Misschien waren er wel mensen die hadden afgodsbeeldjes meegenomen uit Egypte. En anderen hebben misschien wel afgodsbeeldjes gevonden van de heidense volken die eerst in het land woonden. Maar Jozua zegt, doe ze weg en dien de Heere. De mensen luisteren heel goed naar Jozua. Ze kijken ernstig. Jozua zegt, misschien zijn er wel mensen die denken dat het kwaad is, dat het niet goed is om de Heere te dienen. Maar u zult moeten kiezen, zegt Jozua, mensen. Kies dan heden wie u dienen zult. Nu, de mensen moeten nu kiezen. Kies de Heere om te dienen of kies de goden van de Egyptenaren en de Amorieten die eerst in het land woonden. Kies nu heden nu wie je dienen zult. En Jozua zelf. Wat denk je? Heeft Jozua zelf al gekozen? Ja, luister maar wat hij zegt. Hij zegt, aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Ik en mijn familie, wij dienen de Heere, zegt Jozua. En wat zullen nu de Israëlieten gaan zeggen? Hoor eens. Ze zeggen, wij denken er niet eens aan om de Heere te verlaten en andere goden te dienen. Want de Heere is onze God, Jozua. Hij heeft ons volk uit Egypte gered. Wij hebben gezien dat hij grote wonderen gedaan heeft. Hij heeft ons bewaard. De Heere heeft al onze vijanden verslagen. Wij zullen de Heere dienen, want hij is onze God, zeggen de Israëlieten. Kijk eens naar Jozua. Is hij nu blij? Nee, hij kijkt verdrietig. Waarom is dat? Hij weet hoe moeilijk het is voor mensen met een zondig hart. Hij zegt, jullie zullen de Heere niet kunnen dienen, want de Heere is een heilig God. Als jullie de Heere verlaten en vreemde goden gaat dienen, dan zal de Heere u moeten straffen. Maar kijk eens, opnieuw zeggen de mensen, nee, Jozua, maar wij zullen de Heere dienen. En dan zegt Jozua, jullie zijn er getuigen van. Jullie hebben het van elkaar gehoord dat je gekozen hebt om de Heere te dienen. En dan zegt hij nog een keer, jullie hebben het van elkaar gehoord. En de mensen zeggen, wij zijn getuigen. We weten het van elkaar. We hebben het gehoord. En dan zegt Jozua nog één keer, doe de vreemde goden weg, die beeldjes die u misschien nog heeft. En neig uw hart tot de Heere. Weet je wat dat betekent?
je hart neigen, zoals je een buiging maakt voor iemand, zo moet je je hart aan de Heere geven. Buig je naar Hem toe. Hoor eens, de mensen die gekomen zijn, zeggen het nu ook nog een keer. Ze zeggen, wij zullen de Heere, onze God, dienen en zijn stem gehoorzaam zijn. En kijk eens wat Jozua nu doet. Hij pakt een boekrol en in dat boek staat de wet van de Heere, het wetboek. En in dat wetboek schrijft hij het op, wat de mensen beloofd hebben. Hij schrijft op dat de Heere hier wilde spreken door hem, dat de Heere gezegd heeft, je moet mij dienen, en dat de mensen gezegd hebben, wij zullen de Heere dienen. Wij zullen hem gehoorzaam zijn. En dan rolt hij de boekrol weer op. En kijk eens, nu wenkt Jozua, die wenkt wat sterke mannen bij elkaar. En daar in de buurt, daar bij een eikenboom, bij een grote eikenboom, daar ligt een grote steen en die pakken ze op en die zetten ze daar bij die boom overeind. Een grote steen. En Jozua die zegt, als u deze steen ziet, dan moet u eraan denken wat de Heere beloofd heeft. Als u hem dient, dan moet u ervoor zorgen. Zal hij voor u zorgen? U moet nooit vergeten wat u beloofd heeft. Dus als u hier langskomt en deze steen ziet, dan weet u, ik heb de Heere beloofd om hem te dienen. U heeft gezegd, wij zullen de Heere dienen. Die steen is een stille getuige. De mensen hebben het van elkaar gehoord. Jozua zei, u bent getuige. En nu staat hier een grote steen recht overeind. Ook als een getuige. Een teken van het verbond. Wat God beloofd heeft en wat de mensen beloofd hebben. Als de vergadering hier in het dal tussen de berg Ebal en de berg Gerizim voorbij is, dan gaat Jozua weer naar huis. En de mensen gaan weer op huis, allemaal weer op reis, terug naar waar ze wonen. Stil gaan ze weg. Ze denken na over wat er gebeurd is. De Heere beloofde zijn zorg. En de mensen beloofden gehoorzaam te zijn. Kunnen de mensen dat? Van zichzelf? Kunnen mensen met een zondig hart helemaal gehoorzaam zijn aan de Heere? Misschien zeg jij, ik wil het wel graag, maar het mislukt elke keer weer. Ik heb een zondig hart. Dan weet jij ook wel wie je nodig hebt. Wie het allerbelangrijkste moet zijn in je leven. Jezus Christus, de Zoon van God. En luister nu eens wat Hij gezegd heeft in de Bijbel, laat de kinderen tot mij komen. En de Heer Jezus nam ze in zijn armen. Is Hij ook jouw koning en Heere?